De totale staatsschuld staat momenteel op 600 miljard euro en daar komt elke seconde maar liefst 1170 euro bij. We gaan die telling de hele uitzending laten lopen en dat start nu. Aan het eind maken we dan de rekening op. Ja, Bart De Wever en Els van Doesburg zitten al klaar. En PS-voorzitter Magnet die zette gisteren alvast de toon op zijn slotmeeting. S'il devient premier ministre, effectivement, un tsunami de malheur s'abattra sur la Belgique. Eh bien, nous, les socialistes, nous ne laisserons pas faire ça. En bij ons zit hij gecouilloneerd. Ja, enfin, je kan toch niet van de indruk ontdoen dat de laatste regeringsvorming erin was eerder tegen ons. Er zit ook geen Vlaamse meerderheid in het bestuur nu. Het zijn de Franstalige partijen die Vivaldi recht houden. Met de gevolgen zijn wel, ja, wat was het, 1100... 1170 euro per seconde, dat noem ik een tsunami van ellende. Ja. En die moet stoppen. Maar toch graag premier worden? Of toch liever daar in de stad blijven? Ja, mijn hart zegt in de stad blijven. Daar hebben we onze zaakjes wel op orde. Mijn hoofd zegt premier worden, net om die tsunami te kunnen stoppen. Hè. En ook zo snel mogelijk met dat mini-kabinet de koe bij de horens te pakken. Ja. En ook uit Antwerpen hebt u als Van Doesburg meegebracht. Niet echt een nieuwkomer, want u bent hier ook bijvoorbeeld al een paar keer langs geweest. Schepen intussen in Antwerpen. Waarom hebt u haar mee? Zij is wel een nieuwkomer. Ze staat voor de eerste keer effectief kandidaat voor het Vlaamse parlement. Er was ons gevraagd een talentvol jong iemand mee te brengen. Bovendien is zij Schepen bevoegd voor welzijn. Ze gaat voor het Vlaamse parlement. Ze durft het aan om lijstduwer te zijn. Dus dat is een zetel die je op eigen kracht moet halen. Daar heb ik heel veel respect voor. En die competentie welzijn is net een competentie waar we ons de komende jaren meer mee willen bezighouden. We willen meer output voor het geld dat we erin steken. U zegt nu wel veel sympathiek. Geld aan, er komt te weinig uit. Ja, u zegt nu wel sympathiek. Els van Doesburg durft het aan om lijststuwer te zijn. U had daar ook op nummer 3 kunnen zetten of op nummer 5. Maar daar koos u liever voor Annick de Ridder of Lisbeth Homans. Dus vindt u die dan competenter dan Els van Doesburg? Wel, u kan de vraag aan Els zelf stellen, maar het is zij geweest die heeft gezegd ik wil duwer zijn en ik wil op eigen kracht proberen in het parlement te geraken. En dat is voor een nieuwkomer vrij uniek. Is het waar? Meestal... We hebben daar een gesprek over gehad, over wat gaan we doen met lijstvorming. En ik ben vragende partij geweest voor niks. Ik ben niks specifiek komen vragen aan u. Maar in dat gesprek werd al snel duidelijk dat wat ik graag wil, is mijn lot in het handen van de kiezer leggen. Ik vind het stoer om lijstduwer te zijn, omdat je dan effectief op eigen kracht je zetel moet halen. En dat is een beetje atypisch om als jonge persoon, meestal zijn dat zo de monumenten van de partij, die lijstduwer zijn. Of is het echt een plan, dat u dan na 13 oktober opnieuw Schepen zou worden om wat meer ervaring op te doen? Of wie weet zelfs burgemeester als hij premier wordt? Ik zou heel graag Schepen blijven. En ik denk dat de combinatie van Schepen zijn in de stad en dat kunnen versterken met Vlaams parlementslid te zijn, want het is wel degelijk mijn bedoeling om verkozen te zijn, dat elkaar kan aanvullen en dat dat elkaar kan versterken. Want ik bots nu wel vaak op de limieten van wat je kan doen in de stad. Ja. Als het gaat over gezondheidszorg, als het gaat over seniorenzorg. Mm-hmm. Ja, en dan heb je de keuze ofwel kun je daar gefrustreerd over zijn ofwel kan je jezelf op een Vlaamse lijst zetten. Van gefrustreerd gesproken, stoort u dat? Dat inderdaad, we hoorden dat ook in het filmpje, dat beeld soms van u wordt opgehangen van een beetje de zure man, de zeurende man? Nee, ik versta dat. Want alle tegenstanders zeggen dat en er is een connectie met de realiteit. Hè. Die 1170 euro die maakt mij boos. Vivaldi heeft mij boos gemaakt en ik heb één grote zwakte. Ik kan nooit verbergen wat ik denk. En dan gaan mensen vaak zeggen in een debat, ja, dat was wat arrogant, omdat ja, ik ben boos. Ik kan dat ook echt niet verstoppen. Ik ben geen hypocriet. Hier mag u zeggen wat u denkt, de hele uitzending lang. Ik zal mijn uiterste best doen. En bij dat laatste, meneer De Wever, pikken we in, want die tijd dringt hè, voor die afspraak met de geschiedenis op Q Music. Zei u dat dit uw laatste campagne wordt als voorzitter? U meent dat? Ja, ik ging aan een leugendetector. Dan moet je zeggen wat je denkt. Hè. En als je premier wil worden, kan je moeilijk zeggen daarna, ik wil ook nog voorzitter blijven. Het is het ene of het andere. En ik heb de leugendetectortest doorstaan. Dat is zo. Ik spreek de waarheid. En dus het doel is en blijft om premier te worden van dat beperkte zakenkabinet om de financiën te saneren? Ja, ik vrees een lange regeringscrisis. Hè. Als de peilingen kloppen, dan is het land volstrekt onbestuurbaar. Zelfs Vlaanderen wordt moeilijk bestuurbaar. Dus het idee is, maak dan regionale meerderheden. Dat zal nog wel lukken. Elke partij die erin zit, stuurt één vicepremier naar Brussel. Dan heb je een ploeg van 6-7 mensen. Taak, zet de begroting op orde. We gaan op 19 juni ons rapport krijgen van de Europese Unie. Dat gaat verschrikkelijk zijn. En we moeten dus maatregelen nemen wat ons betreft saneringen en besparingen. Anderen komen met belastingen. En dan kan je 2 jaar gebruiken om in de diepte te onderhandelen over institutionele hervorming, maar ook van onze fiscaliteit, onze gezondheidszorg, onze arbeidsmarkt.
En onze pensioenen, we moeten erdoor. Ja, u zegt aan de Vlaamse kant zal dat nog wel lukken. Ja, maar daarvoor heb je wel, denk ik, vrienden nodig, of tenminste toch mensen die je als gesprekspartners kunt beschouwen. Ja, iedereen weet de kille verhoudingen tussen u en Alexander De Croo, dat was ook in het conclaaf nog te zien. Over Sammy Medi van CD&V zei u bijvoorbeeld in de Standaard, die heeft Jan Jambon vernederd. Het vertrouwen tussen hem en mij is moeilijk, zelfs bijna onmogelijk te herstellen. Echt? Ja, daar zijn echt lelijke dingen gebeurd in die Vlaamse regering. Heel dat stikstofdossier, ik had de indruk dat het nu werd gerokken om politieke redenen. Dat heeft ons allemaal geen deugd gedaan. De perceptie van de regering is verknoeid, ook al heeft hij haar rekeningen op orde. Ja. Dat werd er op het einde zo'n beetje zijdelings vermeld. Dat is wel de essentie van een goede huisvader. Je hebt altijd problemen die je moet oplossen. Maar problemen oplossen door met geld te smijten dat je niet hebt... Maar toch, de persoonlijke relaties over die schaduw heen springen, vertrouwen bijna onmogelijk herstelbaar, ja, dan kun je toch moeilijk aan tafel gaan zitten. Ja, maar we hebben eigenlijk redelijk goede relaties in alle partijen en met alle partijen. Je mag dat ook niet overschatten. Op de duur wordt het ook een beetje een karaktermoord. Ik geef toe dat ik boos ben door die vorming van Vivaldi. Ik vind dat regering die heeft een hypotheek legt onder onze toekomst, onze directe toekomst. Niet alleen die van onze kinderen en kleinkinderen, maar de toekomst van morgen. Dus ik ben daar boos om. Ik kan dat niet, kan dat niet naast mij leggen. Maar nu zeggen dat het onmogelijk is om samen te werken. Ik heb 5 regeringen gemaakt, 2 staatscoalities. Dat is allemaal goed verlopen. Dat zal wel lukken. En in elke partij hebben wij een netwerk van goede relaties. Er worden nu anderzijds vriendschappen aangeboden vanuit Wallonië. Hè? U hebt het ongetwijfeld ook gezien en gehoord, Georges-Louis Boucher, die deed u in het debat met Jan Jambon interzake een aanbod. La Wallonie a plus de demandeurs d'emploi que la Flandre, mais la Wallonie n'en ressent pas véritablement les effets dans son budget régional, puisque c'est la caisse fédérale qui continue à payer. Nous, ce que l'on dit, c'est que si les régions activent les demandeurs d'emploi, alors ce sont les régions qui doivent payer les allocations de chômage avec leur propre budget. Comme ça, ça va les obliger à faire les réformes nécessaires. Het lijkt een win-win-win. Wallonië wordt gedwongen om de werkloosheid aan te pakken. Goed voor het Vlaamse en het federale budget. En eigenlijk een beetje een stap richting confederalisme, toch? Lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. Het is de allereerste keer dat Franstalige partijen al voor de verkiezingen de deur openzetten voor een hervorming van ons land. Normaal is dat tot de verkiezingen nee, non, nooit, jamais, was wat meneer Mayet nog altijd ziet roepen. Maar hier zie je duidelijk dat de dingen aan het bewegen zijn. Daar heeft intussen Les Engagés zich ook bij aangesloten, die tegenwoordig op 18% peilen. Neemt u met andere woorden die uitgestoken hand aan? Zeer zeker. Meneer Prévost heeft gezegd, dan de mondeur. Ze kunnen ook niet anders, hè, want Wallonië gaat failliet. Hè. Wallonië is failliet. En door de staatshervorming, de 6e staatshervorming, wordt het ieder jaar erger. De schuldgraad is erger dan die van Griekenland in 2012, toen het IMF kwam. Dus ze moeten aan de tafel komen. En de voordeel van die formule van dat mini-kabinet is dat ik mij niet richt op een bepaalde partner. Eender wie die in de Waalse regering zit, is eigenlijk aan die tafel uitgenodigd om samen te werken. Ja. En ik denk dat het kan. Want plots heeft u dan misschien de PS niet meer nodig als ennemi préféré. Want u hebt meneer Magnet van de week ook gehoord in verschillende studio's. Eerst was het ik zal geen minuut praten in Kastelen over confederalisme. Sanderendaag zelfs ik ga geen minuut praten over welke staatshervorming dan ook, behalve om België sterker te maken. Mm-hmm. Misschien zijn er nu alternatieven. Ja, één. In 2019 zei hij dat ook allemaal, Mayet, maar een jaar later begon hij dan over het einde van België te spreken. Dus ik neem dat met een korreltje zout. Twee, als de Walen verstandig stemmen en dus niet voor de PS en bijvoorbeeld pour la NVA, ja, dan wordt het testen gemakkelijker, hè, want dan zal het sociaal-economisch gemakkelijker zijn. En institutioneel maken die partijen al een opening, dus ja, testen liever met anderen. Ja. Hè. Maar om de dingen klaar te zeggen, u zegt dus dat mini-kabinet dat sociaal-economische hervormingen moet doorvoeren en dan parallel onderhandelen over staatshervorming. U zou dus met andere woorden in dat mini-kabinet stappen zonder garantie op een resultaat rond de staatshervorming. En dat is de reden dat ik absoluut premier wil worden. Omdat ik de enige ben die ik zelf vertrouw om na 2 jaar te zeggen, hebben we een resultaat, dan voeren we het door. Hebben we geen resultaat, dan moet je naar de kiezer gaan. Ik denk iemand anders in de 16, die krijgt ermee een schoenlepel niet meer uitgefrikt. Dat is elke keer hetzelfde. Men blijft daar zitten tot de laatste dag. En ondertussen komt er €1170 bij, die toch iemand ooit eens zal moeten terugbetalen. Als de peilingen kloppen, dan zal het initiatief in eerste instantie bij Vlaams Belang liggen. En zult u het in eerste instantie moeten ondergaan?
Ja, dat is zo en dat zou geen goede zaak zijn, omdat die partij, los van de inhoud en de stijl, geen strategie heeft om te besturen. De kookwekker van de bommen is ondertussen genoegzaam bekend. De strategie is blijkbaar 5 jaar lang niks doen en dan hopen dat de vurige tongen uit de hemel nederdalen. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren. Ondertussen al die problemen blijven dan maar doorduren. Ik zie het gewoon niet. En ik denk dat de anderen zullen profiteren om zo snel mogelijk Vivaldi 2 te maken. Ik zie het zo gebeuren. Mayet zal als eerste roepen, contre-extremisme, contre-extreem droit. En dat we dan nog met een kleinere minderheid van Vlamingen terug in de federale regering. En dan zijn we helemaal geschoren. Okay. Ja, de vraag van Myrthe Daan is een veel gehoorde vraag natuurlijk. De vraag naar toegankelijke psychische gezondheidszorg. Jonge mensen die wachten om hulp, een probleem u ook wel bekend. Wat gaat u daaraan doen? Ja, het aanbod zal versterkt moeten worden, hè, want het is duidelijk dat die problematiek hand over hand toeneemt. En dan denk ik dat we in 3 kringen moeten werken. Eerst preventief zelforganisaties, telefonische hulplijnen, sensibilisering. Dan ambulante psychologische hulp en dan in laatste instantie de klinische hulp. Want dus het mag wat geld kosten? Wel, we hebben eigenlijk een mooi aanbod aan klinische hulp. Ik heb het vergeleken met de rest van Europa en daar zitten wij heel hoog. Het aantal psychiatrische bedden is zelfs het hoogste. Maar als je natuurlijk te veel inzet op onmiddellijk residentiële klinische dure zorg, dan heb je wachtlijsten van hier tot in Tokio. Nu, iets anders moet me wel van het hart. De kraan loopt volop en we kunnen dan zeggen meer emmers, meer dweilen. We gaan toch ook naar die kraan moeten kijken. Ja, want ik las 4 miljard wil u besparen in de gezondheidszorg. Gaan dan mensen als Myrthe het niet nog meer voelen? Ik denk dat er veel efficiëntie winsten op federaal niveau in de gezondheidszorg mogelijk zijn. De studie van meneer Krombees, geen NVA, wijst dat ook uit. Maar maak het eens concreet. Wie gaat trouwens, het dan wel het is, voelen? Het is geen besparing dat ze minder geld krijgen. Het budget blijft stijgen, 2,9%. Het is gewoon minder. Dus dat is wel een belangrijke Maar waar gaat u die 4 miljard halen? Bij wie? Ik denk dat je in de ziekenhuisfinanciering kan samenwerken. Schaalvergroting, prestatiegedreven financiering. Daar kan je hervormingen in doen. Dus niet meer altijd een scan, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. We hebben dat in Antwerpen gedaan. We hebben een fusie van de grote ziekenhuisgroepen. Mevrouw Doesbrug is voorzitter van de ziekenhuisgroep. We hebben nu een van de grootste ziekenhuisgroepen van Europa gevormd. Net om die schaalwinsten te kunnen doen. En voor hetzelfde geld betere zorg te kunnen leveren. Ik lees ook, psychologen mogen zelf hun tarieven bepalen van jullie op termijn, dat maakt de kans dat het ook voor Myrthe weer duurder wordt. Ja, maar nu die gratis politiek, ik geloof daar niet in. Dat is wat Frank van den Broeken aan het doen is, maar hij werkt dan met geconventioneerde psychologen. Dat is 1/4. Ja, dat is een flessenhals. Hè. Zo gaan we dat niet oplossen. Maar nogmaals, ik zou het ook willen hebben over de oorzaken. COVID heeft duidelijk iets gedaan in zaken eetstoornissen. Dat is bij mij thuis ook binnengekomen. Ik heb gezien wat het is. Dat is een tsunami van ellende. Die schermtijd, die jonge kinderen hebben en de ontwikkelingsstoornissen, daar moet een verband zijn. Dus u wil dat ook gaan verbieden, zoals in Frankrijk? Nee, ik zou over verbod, dat is onnozel. Technologie kan je niet verbieden, maar je moet mensen wel leren om ermee om te gaan. En zeker TikTok, daar zitten duistere algoritmes achter die naar extremisme en ook naar eetstoornissen leiden. Maar zeker, mij is dat heel duidelijk. Zeker al in de scholen verbieden? Ja, er moet iets gebeuren. Experten zijn het er ook niet over eens op dit moment. Ik vind dat als politicus lastig. Ze zeggen allemaal, er is een probleem bij de jonge generatie en zelfs de jongste kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Iedereen kijkt wel naar die schermtijd, maar wat er precies moet gebeuren, daar mag je niet over improviseren. Is het dan een domein welzijn, minister van Welzijn, iets wat u graag zou claimen in de volgende regering? Ja, absoluut. Omdat ook drugs, dat is nummer 3. We hebben een drugscrisis in Europa. Want CD&V heeft altijd al welzijn gedaan. Hè? Ja, misschien is het dan ook wel eens tijd voor iemand anders die wat minder naar de zuilen kijkt en wat meer naar de output van welzijn. Drugs moeten bevochten worden. En ook tenslotte nummer 4, in mijn ogen, het vooruitgangsgeloof van de jonge generatie is ingestort. En dat werkt enorm in op het mentaal welzijn. Dat apocalyptisch denken rond klimaat, dat heeft ook zijn effecten. Dus ik zie daar 4 redenen. En we gaan ermee aan de slag moeten gaan. Het idee dat je dat allemaal kan oplossen met hulpverlening, sorry, ik zeg op voorhand, dat gaat nooit lukken. Okay. We gaan naar onze vraagstellers aan tafel. Hè. Welkom Wies Geert, Jean-Paul Sempels en Mieke Rangelet. Mevrouw Rangelet, we gaan met u beginnen. U bent zelf verpleegkundige geweest. Om te beginnen, vindt u dat er überhaupt bespaard kan worden in de zorg? Absoluut niet. Er zijn gewoon echt handen tekort. En het is heel zwaar. Het is, en daardoor natuurlijk ook wel minder aantrekkelijk. Ja. Mensen haken af. Het wordt te veel. Dus daar niet op besparen. U heeft een vraag over besparen, maar het ligt een beetje in een andere richting, in de sociale zekerheid in het algemeen. Daar wil N-VA, 11,8 miljard euro rapen, onder meer door werkloosheidsuitkeringen af te toppen. En zegt u aan meneer De Wever waarom u zich daar zorgen over maakt? Ja, meneer De Wever, ik vraag mij af waarom dat u doorgaans werklozen een beetje voorstelt als
luie mensen die eigenlijk niet willen werken. En daardoor dan dus die uitkeringen gaat verlagen en verkorten. Als ik het dus vergelijk met een parlementair die zelf ontslag neemt, dan krijgt hij nog 2 jaar lang zijn volledige wedden. Kan eigenlijk even nadenken van wat ga ik nu eigenlijk doen in mijn leven. Ook als hij werk vindt, blijft dat doorlopen, die 2 jaar. Hè. Als ik dan kijk naar de mensen die wat Van Hol hebben meegemaakt, hè, bij Van Hol. Die mensen die waren nog niet bijgekomen van het feit dat ze ontslagen werden. Moesten de volgende dag al naar de RVA. Daar moest heel hard, zo rap mogelijk moesten ze werk hebben. En als die dan werk hebben, verliezen die dus ook hun uitkering. Dus, en dan dus denk ik... Twee gewichten en twee gewichten. Ja, u viseert de zwakste, met andere woorden. Ja, een paar dingen. Ten eerste, we gaan dus niet besparen in gezondheidszorg, minder meer. Ook op Vlaams niveau, het sociaal akkoord met de zorg was een gul akkoord. Nou, we zitten nu ondertussen bij de sociale zekerheid en de werklozen. Wat de werklozen betreft, er is geen enkel land ter wereld waar je eeuwig werkloos kan zijn. Alleen wij doen dat. Werkloosheid is een soort verzekering die je kan opnemen gedurende 2 jaar. Opnieuw die periode van 2 jaar. Je verliest je werk, kan 2 jaar werkloos zijn. In elk land van Europa daarna stopt het. Alleen bij ons kan je eeuwig werkloos zijn. En er zijn gewesten waar men daar toch wel duchtig gebruik van maakt. Het kan niet zijn dat meer dan 1/3 van uw actieve bevolking in Wallonië geen werk heeft, terwijl de vacatures massaal openstaan. Ook in Vlaanderen krijgen ze niet ingevuld. Dat is niet normaal. Dus het mag na 2 jaar stoppen. Heb je geen middelen van bestaan, dan kan je naar het OCW gaan. Krijg je een leefloon. Maar het OCW checkt natuurlijk of je middelen hebt, hè. Ja. En natuurlijk, als je werkloos bent, kan je theoretisch 11 huizen hebben en werkloosheidssteun genieten. Ja, dat is geen solidariteit, dat is profitariaat. Maar, ik heb daar geen ander woord voor. Wat de parlementaire betreft, als je ontslag neemt, krijg je niks. Als je niet meer herkozen bent, kan je een uitreding opnemen, ook gedurende 2 jaar. Vroeger was dat 4 jaar, 2 jaar. Dat is inderdaad nog te lang. Dat is te riant. Wij moeten het voorbeeld geven. Dat moet verder afgebouwd worden. Maar kan u dat begrijpen, Mieke, dat er misschien ergens op die werkloosheidsuitkeringen een rem moet komen? Dat het niet ad infinitum kan zijn, tot het einde der dagen? Ja, maar er zijn nu eenmaal mensen die echt wel hun best doen en die absoluut geen werk vinden. Hè. Je zult maar een bepaalde achternaam hebben dat je dus geen werk vindt. Er zijn ook oudere mensen die toch blijven solliciteren en niet aan de bak krijgen. Dat is toch een realiteit? Ja, dat is een realiteit. Maar die vallen bij u dan ook op het leefloon? Nee, je kan overgangsregelingen maken voor mensen die al dicht tegen hun pensioen zitten, want ouderen, en die zijn ook door onze loonvorming te duur, die worden uit de markt geprijsd. Daar kan je overgangsregelingen, die willen we niet viseren. Maar alle anderen inderdaad, 2 jaar is in heel Europa het maximum. Dus waarom zouden wij de grote uitzondering in de wereld moeten zijn? Maar de mensen met een andere achternaam hebben het ook vaak. Ja, maar dat zal in de andere Europese landen niet anders zijn. Er is werk genoeg. Allee, mensen die nu nog discrimineren, die hebben geen toekomst. Hè. Hebben die werkgevers bedoelt u? Ja, werkgevers die nu nog discrimineren, die hebben geen toekomst. Hè. Als wij, wie gaat morgen in de bejaardenhuizen onze mensen verzorgen? Wie gaat morgen toezichter zijn? Wie gaat morgen de stad reinigen? Ik kan het u wel zeggen, hoor. Ik heb 12.000 mensen personeel. Elke eetaflegging dat ik doe, zie ik die diversiteit binnenkomen. En wij werken er ook naar om die mensen binnen te krijgen. Wat wel zo is, is als je een heel fout migratiebeleid voert, okay, en je krijgt heel veel mensen binnen die niet kunnen werken, 0,22% okay, van een arbeidsvisum, dan heb je een probleem. Dat is een belangrijke kwestie voor deze kiescampagne. Maar we hebben een volgende vraagsteller, Ries Geerts. U bent leerkracht Nederlands in het secundair onderwijs in Deurne, waar u ook woont. En jullie kennen elkaar zelfs? Ja. Hij is ook acteur in zijn vrije tijd. Ja. Politici zijn dat ook zo, maar meneer is zijn vrijheid. Waar worden ervoor betaald, mevrouw Inbo? U hebt een heel concrete vraag over iets wat u dwars zit, de erfbelasting. Ja, waar we overigens, dat moeten we erbij zeggen, heel veel vragen over gekregen hebben de voorbije 7 weken. Ja. Meneer De Wever, u praat heel vaak over de torenhoge belastingen in ons land. En u wijst dan heel terecht ook heel vaak naar de federale overheid. Maar vorig jaar heb ik helaas afscheid moeten nemen van mijn mama, waar u tijdens een van onze voorstellingen nog een fantastische foto mee gemaakt hebt. Ik heb daar afscheid van moeten nemen. In die nalatenschap heb ik maar liefst 30.000 euro erfbelasting moeten betalen. Dat is voor veel mensen al quasi onmogelijk. Dure leningen met dure interesse zijn dan de enige oplossing. Nu, die 30.000 euro die moet betaald worden voor er ook maar 0,5 eurocent van de nalatenschap op de rekening staat. Bovendien is op dat huis, op elk stopcontact en elke baksteen, is ooit door mijn mama en mijn papa vroeger belasting betaald en passeert de overheid een tweede keer langs de kassa.
Stel dat ik de nalatenschap nalaat aan mijn petekind, niet in de rechte lijn, moet die 55% betalen opnieuw op datzelfde bedrag en passeert de overheid een derde keer langs dezelfde kassa. En dat zit u heel erg dwars. U heeft laten weten dat u daar zelfs een hele krachtige term voor heeft. Ja, het klinkt misschien een beetje populistisch, maar ik vind dat eigenlijk die erfbelasting zoals het nu georganiseerd is een vorm van gelegaliseerde diefstal van de overheid. Door de Vlaamse overheid. Wat gaat u daaraan doen? Ten eerste, ik kan dat volledig volgen. Meneer heeft gelijk. Het is een prachtig pleidooi tegen wat vermogensbelasting is. Want dat klinkt geweldig, hè? Vermogensbelasting. Ik ga dat niet moeten betalen als voor de rijken. Maar dit is het. Hè. Maar u doet het wel, hè, Vlaamse regering? Wij hebben met de Vlaamse regering een keuze gemaakt naar belastingsvermindering. We hebben deze legislatuur gefocust op het schrijfgeld, registratierechten voor woningen. Want dat is ook een vermogensbelasting. Zijn we van 12 naar 3% gegaan. We moeten eerlijk zijn, we moeten budgetair in evenwicht blijven. De erfbelasting is de volgende target. En ik zal zelfs meer zeggen, ik zou die in zijn geheel willen afschaffen. Omdat de rijkste mensen... Op lange termijn staat in uw programma. Ja, we moeten budgetair ja, het is een traject rijden. 1,8 miljard levert dat op, dus dan gaat u dat weer ergens anders halen. Het eerste dat we zullen moeten doen, is de onrechtvaardigheden eruit halen. Dus de erfbelasting is geschreven voor het traditionele gezin. Ondertussen leeft meer dan de helft van de Antwerpenaren niet meer in een traditioneel gezin. Vlamingen. Maar in Antwerpen is dat al meer dan de helft. Antwerpen loopt altijd een beetje op kop, maar misschien is dat arrogant. En dat betekent dus dat mensen hun erfenis laten aan mensen die verder in de familie zijn. En die tarieven zijn enorm hoog. Dat was misschien ooit logisch. Dat is het vandaag niet meer. De single wordt fiscaal in ons land, alleenstaande, ongelooflijk gediscrimineerd. En bij een hervorming wordt dat dan... Wat hij misschien... Maar ik denk dat je eerst naar harmonisering van die tarieven moet gaan. Ik denk al de vermogensbelasting, brede basis, laag tarief. Trek dat ook gelijk voor iedereen. Het is niet omdat je geen kinderen hebt dat je niet heel graag andere kinderen kan zien in de familie. Ja, maak dat gelijk, want nu is dat echt een slag op de windpijp als je dat krijgt. Het is een enorme, maar als het gelijk blijft, blijft het nog georganiseerd. Maar de reden dat het op termijn geheel weg moet, dat wil ik nog zeggen, is de rijkste mensen betalen dit niet, hè. Het is heel gemakkelijk als je veel geld hebt om te ontdekken. Het is ook gewoon een compleet oneerlijk systeem. Hè. Als je op de schatting van een huis erfbelasting moet betalen en je gaat dat huis duurder verkopen, dan moet je de erfbelasting bijbetalen op de meerprijs van de verkoop. Maar als het minder oplevert dan de schatting, krijg je de teveelbetaalde belasting niet terug. Ja. En Wies, bent u nu gerustgesteld? Zal dit bepalend zijn voor uw stem? Ik maak daar geen geheim van. Ik heb al heel vaak voor N-VA gestemd. Dat heeft me nu wel doen twijfelen, dat ik met mijn mama effectief die situatie heb meegemaakt. En u het antwoord gehoord hebt? Het stelt mij min of meer gerust, maar ik hoop dat het in de praktijk ook gebeurt. Voor mij gaat het niet veel meer opleveren, want ik heb mijn erfbelasting betaald. Maar ik hoop voor de mensen die na mij komen, dat dat toch een oplossing biedt. Okay. Dat zal toch een traject van 10 jaar zijn, ik moet eerlijk zeggen. Hè? Ja. Dus dat zal ons 10 jaar vergen om dat weg te krijgen. Dus nog een verkiezing daartussen. Jean... We gaan wel stappen zetten, hè, mevrouw Inboos, Jean-Paul Sempels, u zit hier ook aan tafel, ook intussen al gepensioneerd. U was ooit verzekeringsagent. Bent u ook een twijfelende kiezer? Op dit moment wel. Ik ben, net als Wies, altijd N-VA-stemmer geweest. Bij de vorige verkiezingen in 2019 heb ik voor de eerste keer getwijfeld. En die twijfel is niet weg. Waarom? Wat doet meneer De Wever fout? Fout is een zwaar woord, maar mijn vraag gaat vooral naar u, meneer De Wever, over geloofwaardigheid. En iets wat daar heel fel aan vasthangt, is consequent zijn. U hamert al jaren, terecht volgens mij, op het feit dat er in de federale regering geen Vlaamse vertegenwoordiging is, geen Vlaamse meerderheid. En u verwoordt dat dan als de Vlaming krijgt niet het beleid waar hij of zij voor kiest. Vindt u het dan van uzelf niet een beetje inconsequent? Ik zou bijna zeggen, een beetje tegen uw principe handelen dat u nu op voorhand, vind ik belangrijk, op voorhand een andere partij uitsluit. En het gaat nu toevallig over het Vlaams Belang, maar dat evengoed over PvdA kunnen gaan of over Groen. Mijn punt is, u kunt toch niet op een bepaald niveau een uitsluiting aanklagen, terwijl u ze op een ander niveau zelf organiseert. Dat is toch tegenstrijdig. En dit, meneer De Wever, dit gaat over de kiezers van Vlaams Belang. Hè? De kiezersgroep bij voorbaat uitsluiten. Hè? Ja, het is de partij. Hè? De kiezers sluit ik nu niet uit. Hè? En een democratische meerderheid blijft een vereiste. Dat is nog iets anders dan met wie dat je die gaat maken. Je moet er altijd wel één hebben. Maar ik begrijp de vraag volkomen. Hè. PvdA staat heel ver van mij, dat zijn communisten, dat zal nooit lukken. Vlaams Belang, dat voel je aan, die zitten natuurlijk ter rechterzijde wat dichter bij mij. En dus veel kiezers zeggen, waarom eigenlijk iemand die dichter bij jou zit dan uitsluiten? Ik vind dat ook een heel moeilijke kwestie. Wij worstelen daarmee, ik heb dat toegegeven. Maar natuurlijk, de kookwekker van de bommen,
Dat is voor mij de reden. Als de voorzitter van die partij zegt, federaal, waar het migratieprobleem en de fiscaliteit en de schuld zit, gaan wij 5 jaar lang niks doen. Dat is wat hij zegt. 5 jaar lang gaan we luisteren naar die wekker. En dan komt er een magische oplossing, want dan gaan we onafhankelijkheid nemen, een soort secessie plegen. Dan ben ik echt niet mee. Ik ga geen 5 jaar lang maar naar een kookwekker luisteren. Dat is de inhoud, maar wat het punt is ook... Eigenlijk zegt u ook altijd, ook federaal, de grootste partij staat aan de kant. De kans is groot dat Vlaams ook de grootste partij dan aan de kant zal blijven staan. We zullen op 9 juni zien wie dat is, maar bon. die kans bestaat. En dan vindt u maar dat wel democratisch. Maar je moet niet naïef zijn in de politiek. Je ziet toch wat er op ons afkomt. Hè? Dus meneer Van Grieken die gaat zijn kookwekker zetten, federaal. Dan zit hij eigenlijk de deur op voor alle anderen om een regering te maken, federaal. Ze gaan dat echt wel doen. Hè? Dat is Vivaldi 2, dat er gewoon aankomt. Dan zegt hij, ja, maar dan gaan we Vlaams samen. Ja, dan komt er nog sneller Vivaldi 2, hè. Je moet een beetje je verstand gebruiken in de politiek. Geef mij die cadeau om te zeggen, ah, les extrêmes gouvernent la Flandre, donc la Belgique, on devra le sauver le pays, en al de rest gaat samen. En dan zitten er nog 30% Vlamingen in de regering. Gaat de pers dat afkeuren? Gaat de Standaard in de Morgen zeggen, dat mag niet? Is dat is met groot applaus. Okay, meneer Sempels, om af te ronden, kunt u begrip opbrengen voor dat antwoord? Het is gewoon onmogelijk om met die mensen zaken te doen. Ik kan zeker begrip opbrengen voor zijn antwoord. We moeten, vrees ik, dit gesprek afronden, maar jullie kunnen elkaar dank nog treffen nadien hier buiten. Mag ik jullie alleszins allemaal bedanken voor de vragen, ook de mensen thuis, want er zijn weer heel veel vragen binnengekomen. Ja. Dank jullie wel daarvoor. Oké, okay, de Wever 1, dat mag van uw schepen. Oef, iemand. Ik leg u een eerste dilemma voor. Els van Doesburg of uw andere vrouwelijke schepen, Annick de Ridder? En waarvoor moet ik kiezen? Politiek talent, persoonlijkheid. Dat is kiezen tussen uw kinderen, dat mag je nooit doen. Dat zijn dan uw kinderen? Politiek zijn alle NVA's mijn kinderen. Oké, okay, Boucher of Magnet, is dat dan makkelijker? Sociaal-economisch is dat Boucher, zonder enige twijfel. Ja. Qua persoonlijkheid eerder dan Magnet. Fijnere mens. Ja. Trump of Biden? Dan Biden, maar met heel weinig enthousiasme. Ik vind het ongelooflijk dat zo'n groot land, dat dit de keuze is tussen een man die te oud is, sorry. Hij is te oud en ja, dan die figuur. Dat is ongelooflijk. Ja. De grootste en sterkste democratie van de wereld. Toon van Grieken of Jos Dazen? Met allebei. Ik zit regelmatig met de twee in debatten. En dat is allebei heel onaangenaam, omdat allebei toch al eens een loopje durven nemen met de waarheid. Kiezen. Waar ik het moeilijk mee heb, is dat iemand als Jos Dazen bijvoorbeeld ook zijn politieke collega's zelfs geen hand geeft. Bijvoorbeeld is iemand die... Maar het zijn dilemma's, het is geen diepte-interview. Dus Toon van Grieken dan maar. Ja, sympathieker dan... Ik heb u niet nodig om een keuze te maken. Hoor. Maar het duurt wel lang. Ja. We gaan naar de volgende. Berlijn of Rome? Om wat te doen eigenlijk. Voorkeurstad. Kies voor uw hart of kies voor whatever. Het zijn alle twee ongelooflijk mooie steden voor citytrips, maar doe maar Rome. Dat is de wieg van onze beschaving. Julius Caesar of Jan Breydel? Julius Caesar, sorry. Kijk, dat ging eens vlot. Eerste keuze of het conclaaf? Eerste keuze. Ze kunnen het. Ja, het gaat. Sammy Medi of Alexander de Croo? Ja, nee, waarvoor eigenlijk? Om wat te doen? Om in de politiek te stappen, in een regering. Voorkeur als mens, voorkeur als politicus, voorkeur... Ja, doe dat maar, Alexander de Croo. Daar kan je min of meer alles mee bereiken. De finale test. De moeilijkste van allemaal. Matte taarten of Antwerpse handjes? Antwerpse handjes. Het is niet waar, want je hebt ooit gezegd dat u dat onweerstaanbaar lekker vindt. Het is gelogen, ja. Het is echt gelogen, maar ik zeg Antwerpse handjes. Okay. Tot 9 juni. Zeker geen neuzekes, mevrouw Imbert. Nee, absoluut niet. Dat lust ik ook. Oké, eindelijk een duidelijk en snel antwoord dan tot slot. Dank u wel voor deze doorlichting. Want daarmee zit de doorlichting, de laatste doorlichting, erop. Het is nu aan u op 9 juni.